freerunnen kun je ook overal doen. Ligt eraan hoe creatief je zelf bent. Maar ik kan hier wel wat doen. Ja, weet je. Oh, nou goed. Succes. Oh, god. Nieuws. Een ware internetsensatie. De vet freerunner Joachim. Ja? Kom er eens. Ja, kan er zelf niet zo makkelijk... Ja, doe dat maar. Ja, doe dat maar. Het is spekglad. God. Je staat bekend als de vet free runner. Ja, nou, leg eens even uit. Hoe is dat toch tot stand gekomen? Ja, ik heb vroeger nog op turnen gezeten. Maar dat is al een tijd geleden. Maar ik dacht... Ja, eigenlijk door vrienden ben ik begonnen. Die het ook deden. Ja, dat. Je krijgt wel reacties. Je bent dik. Waarom doe je dit? Ik kan het niet. Maar ja, ik doe het toch. Ik kan dat natuurlijk helemaal niet. Hoe zou jij dat aanpakken als beginnend freerunner? Ik zal beginnen heel simpel. Hoe starten wij? Even kijken hoor, hier vind ik wel een mooi plekje. Ja? Ja, dat kan ik dus nog niet, denk ik. Dus gewoon zo aanlopen? Ja, één been erop, ja. Die andere eronderdoor, ja. Ja, dat was hem al. Ja, jij doet het toch wat soepeler, hè? Ja, maar ja, ik heb meer ervaring, denk ik, dan maar. Leukste aan freerunnen zelf vind ik de creativiteit die je kan hebben. Dus je kan alles doen. Er zijn heel veel movements die bijna niemand gebruikt. En die kun je zelf dan bedenken, zeg maar. Eindeloze creaties. Ja, want we hebben zelf ook een filmpje gezien. Die komt nu in beeld. Daarin ging je nogal hard op je plaats, zeg maar. Ja, ik had een inschattingsfout gemaakt. Nou ja, heel eerlijk gezegd, dat hoort er ook bij. Maar ik heb er uiteindelijk 3 dagen last van gehad. En toen ging het weer, eigenlijk direct weer freerunnen. Dus ik heb daar ook heel veel geluk mee gehad, dat besef ik zelf ook. Ja, bij de een is het een kleine fout, maar bij de ander is het een grote fout. Ben je daar niet bang voor dan, dat je een grote fout maakt met blijvend letsel? Nou ja, ik zie het meer, je hebt een leven. Als je niks doet in je leven, dan heb je later spijt. Ik heb eigenlijk liever dat ik, nou, heel lullig gezegd, een kort leven heb, maar heel veel heb gedaan, dan een lang leven, maar niks heb gedaan. Ik ga liever dood met freerunnen, dan dat ik eenzaam dood ga, zeg maar. Hoe word je nou echt bekend met freerunnen? Ik denk je eigen stijl aanhouden, ja. En wat is jouw stijl daarin? Ja, gewoon dik zijn. Nee. Ja, het is heel lullig gezegd, omdat ik wat voor ze ben ik wel gegroeid. Het freerunnen kun je ook overal doen, ligt eraan hoe creatief je zelf bent. Maar ik kan hier wel wat doen. Ja, weet je. Oh, nou goed. Succes. Oh, god. Zo. Ja. Hoe krijg je dat toch voor elkaar? Geen idee. Gewoon doen. Ja, ik wil ook zoiets kunnen. Ja. Waar moet ik beginnen? Met een koprol. Met een koprol? Ja. Nou, dat heb ik vroeger op school nooit gekund. Nou, dan moet je het nu proberen. Hoe start ik? Ja, zo. Zo, en dan kun je best zo. Don't try this at home. Ja, gewoon rollen. Ja, gewoon doen. Ja, en nu rollen over je schouder. Ja, goed zo. Dat was hem bijna. Hoe kijk je naar mijn talent? Ja, je kan nog oefenen, dan kan je het ook binnenkort. That's the spirit, hè? Ja, precies. Ja, en nou, ik denk dat sommige mensen me afvragen van, ja, je sport best veel. Ja. Waarom heet je dan nog steeds de vet freerunner? Ja, als ik zeg maar 30 kilo ben afgevallen, dan ga ik mijn naam wel veranderen, ja. Waarom val je niet af dan? Ik val nu wel af. Oh, jawel. Maar daarvoor niet door medicatie. Ik heb mijn medicatie heb ik nu niet meer, dus okay. Vandaar. Ja. Dat heeft niks met eten te maken, zeg maar. Nee. Dat is wel jammer eigenlijk, maar goed. Nou, heb je nog een laatste boodschap voor de kijker? Ja, doe wat je leuk vindt, vooral met sporten. Ja, dat. En blijf doorgaan. Ja, en blijf doorgaan. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.